We zijn hier op de verkeersleidingspost Amsterdam. En normaal gesproken wordt hier vanuit alle treinverkeer aangestuurd. En vanavond gaan we dan uitwijken. Het bediengebied Amsterdam wordt buiten dienst genomen. Dan gaan we met de bus met de treinverkeersleiders naar Utrecht, naar de uitwijkpost. Daar zullen er dan een aantal technische testen plaatsvinden. Daarna mogen de treinverkeersleiders weer inloggen en kunnen ze het bediengebied overnemen. Zitten we op schema in ieder geval op weg naar Utrecht. Er zijn 13 verkeersleidingsposten in Nederland en iedere post moet deze test doorstaan, zodat er gecertificeerd uitwijkbaar zijn. En vind je het spannend hoe het vannacht zal gaan? Ja, heel spannend, want Amsterdam is toch de grootste post van Nederland. En je hoopt toch dat morgenochtend alle treinen weer gewoon gaan rijden volgens dienstregeling. Kan dit uitwijkcentrum nu alles gelijk overnemen? Nee, je zou wel kunnen denken dat het meteen kan worden overgenomen hier op de uitwijkpost. Maar dat neemt een aantal uren in beslag. Want de werkgebieden van Post Amsterdam die moeten worden overgenomen hier in de computerruimte. En moeten worden geladen. En dan pas is alles hier operationeel en kunnen de mensen inloggen. Nou, de eerste treinen gaan weer rijden. Hier zie je vanuit de werkplaats een trein komen. Hier zie je de trein nummer 83221. En die krijgt nu een veilig seinbeeld. En het gele lijntje, dat is de trein. Die gaat nu vertrekken.